Culturaalte. Houdt u van cabaret of gaat u liever naar een tentoonstelling? In onze gemeente is meer te beleven dan u denkt. Elke laatste donderdag van de maand zet RTV Raalte alvast 3 uittips voor u op een rijtje. Het is weer festivaltijd, ook in Raalte. En een prachtige uitgaanstip voor u. Salland Folklore Festival. Ik zit bij de voorzitter Clemens Nieuwenhuis. Vertel eens over iets over dat festival. Voor de hoeveelste keer is dat wel niet? Nou, dit is nu de 34e sessie. En we hopen volgend jaar dus echt een beetje een mooi festival te kunnen maken op de echte oorspronkelijke plek. Want het is dit jaar een beetje aanpassen. Hoezo aanpassen? Nou, we zitten op een terrein wat kleiner is dan dat we gewend zijn. Maar omdat we toch een klein festival zijn, zeggen we oké, we hebben de tent 5 meter korter gemaakt. Omdat de domineeskamp overhoop ligt, moesten we naar het terrein achter het postkantoor aan de Westdorplaan. Maar we kunnen het allemaal doen. En we denken, we zijn kleinschalig, dat we het daardoor ook nog heel gezellig hebben. Hoezo kleinschalig? Een festival moet toch groot zijn? Juist niet. Het gaat erom, dat is het uitgangspunt van de stichting, het bevorderen van internationale contacten. Nou, die contacten zijn er doordat de buitenlandse groepen die wij uitnodigen opgenomen worden bij de gezinnen thuis. En dat zijn dan de contacten die we hebben en daar zit een maximum aan. We kunnen ongeveer rekenen op zo'n opvang van 75 mensen. Dat is dan zoveel, de helft daarvan aan gezinnen. En die maken dan het contact met de buitenlanders. En dat is dan, kun je zeggen, kleinschalig. Meer opvang is niet mogelijk. Dus het festival wordt ook niet groter. Maar des te gezelliger, denk ik. Precies. De Raaltenaren en veel mensen in de omgeving zullen het festival wel kennen. Maar vertel toch nog maar eens wat er voor het publiek dan allemaal te doen is in die derde week of derde weekend van juni. Ja, het weekend begint dan al op donderdag. En donderdagmorgen heb je de meedansochtend, dat is dan wat we populair zeggen voor de 50-plussers. Dan komt Ineke Korenromp, de oude oogstkoningin, die komt even de mensen instructie geven. En dan gaan de beentjes van de vloer ook met het optreden van een paar buitenlandse groepen. Dus kun je daar zo aan meedoen? Je kunt er zo aan meedoen, mits je een kaartje koopt. Is er nog meer voor het publiek? Nou, dan de volgende dag heb je de optredens op vrijdagmiddag, dat is eigenlijk een besloten vereniging voor Zonnebloem en Rode Kruis. Maar mensen met een handicap in Raalte kunnen daar ook naartoe. De opening op vrijdagavond, die op de markt begint trouwens. En dan heb je op zaterdag de grote galavoorstelling, waar iedereen welkom is natuurlijk. En op zondag de matinee. Zaterdag is het toch ook een optocht, hè? Door de Raalte. Ja. En dat is dan voor de galaavond heb je dus ook overdag vanaf 's morgens vroeg al de parade, de Rabo-parade die door het dorp gaat met alle groepen die we hebben dus hebben uitgenodigd uit het buitenland komen. Dat zijn de 6 dit jaar. Maar daarnaast ook nog een aantal groepen die zich vanuit Nederland hebben aangemeld. Die komen overal vandaan. Het Zeeland, Noord-Holland, Friesland, noem maar op. En die gaan dan door het dorp, geven daar ook diverse optredens. Korte stukjes van wat ze ook later op die avond kunnen laten zien in de tent. Maar ik wil graag naar het voetbal kijken, want ik heb gehoord dat dan een wedstrijd is. Hebben jullie daar rekening mee gehouden? Nou, ik zou die mensen juist aanraden om gewoon naar die parade te komen. En dan kunnen ze met ons mee op het eind, rond 1:15, mee naar de tent. En dan kunnen we daar dan samen voetbal kijken. Nederland, Japan. En voor de rest, ja, er komen natuurlijk nogal wat publicaties. We gaan waarschijnlijk nog wat dieper in op de groepen die gaan komen. We weten nu al wel welke komen. Dat zijn dan al India, Ghana. Dat zijn echt de meest exotische. Maar uit Europa, Engeland, Macedonië, Moldavië, Polen. En dan wil ik als laatste nog even van je weten. Welk onderwerp, welk onderdeel vind je zelf het meest leuk van het festival en waarom moeten wij er naartoe? Nou, het allermooist vond ik zelf altijd een gezamenlijk orkest, maar dat komt dit jaar te vervallen. Dat is wel heel jammer, een mooi element. Maar aan de andere kant, wat is het mooiste? Ik vind dus de voorstellingen op de bühne, waarin achter elkaar die groepen komen, in een hele mooie afwisseling
van rustige dansen tot meer hele wilde macho-achtige dansen. Dat vind ik toch wel het mooist. Daar hou ik echt van. En waarom moeten we er naartoe? Nou, puur voor het vermaak natuurlijk alleen, maar het kennismaken met die culturen van die landen, zoals ze dat zelf ook ondersteunen. Want zij gaan ervoor. Zij zijn met hun hart helemaal bij hun verleden. Dat zijn wij wel eens vergeten. Maar daar zijn ze nog helemaal mee bezig. En ze zijn trots op hun verleden. En dat willen ze ons laten zien. Nou, heerlijk. Ze zijn vanaf hun jeugd al bij elkaar en door het oppakken van een vriendin van hun een tijdje geleden zijn ze een jeugdbende geworden die zich tegen de politie heeft gekeerd. Als klap op de vuurpijl hebben ze ook allemaal nog hun individuele problemen. Ja. Maar wij gaan ervoor. De groepen Pats, Splash en Shot spelen dit jaar één voorstelling. Hoe gaat deze voorstelling heten? De voorstelling gaat Tot Later heten. En waar gaat deze voorstelling over? Nou, het is wel heel bijzonder, want normaal gesproken maken we 3 voorstellingen eigenlijk per jaar met deze groepen. Maar nu hebben we 3 groepen die samen 1 voorstelling gaan maken. En deze voorstelling gaat eigenlijk over opgroeien. Hebben ze ook allemaal een apart thema? Ze groeien dus letterlijk in de voorstelling op. En de eerste groep die belandt ergens bij een jeugdhonk en daar maken ze allerlei dingetjes mee. En ze krijgen daar ruzie met de politie. En daar eindigt eigenlijk dat stuk. In het tweede stuk dan komen ze terecht in een heropvoedingskamp. Want ja, ze hebben natuurlijk het een en ander gedaan in de tussentijd. Ja, hallo mensen, mijn naam is Henk. Hyperhenk. Ik heb een dikke vette Red Bull verslaving. Niet normaal, man. Hoi, ik ben Mieke en ik heb een hekel aan jongens. Mijn vader wilde dat ik een jongetje was. Nu vind ik ze storm vervelend. Ik wil natuurlijk laten kinderen, maar ik wil geen jongen. Hoi, ik ben Prade. Ja, een rotnaam. Ik ben fucking asociaal en ik hou van tasjes. Dus als je niet uitkijkt, sla ik met mijn fucking tas zien. Ik ben Rosanne. Ik ben gek op jongens. Ik heb dan ook elke dag met een andere jongen. Maar ja, er zijn zoveel leuke. Hoe kan ik dan kiezen? Hoi, ik ben Roos en ik lieg nooit. Nee, echt. Ik haal het waarheid. Ja, wist al dan. Ik zit in de kamp omdat ik dus na. Nooit nu. Ik ben Johanna. En ik ben Janneke. Succes zit in de genen. Ik ben het allemaal zo. Hoi, ik ben Bas. Ik heb een hoop grote ding gedaan. Ik heb zelfs gezeten. Daarom zit ik in de kamp. Vroeger was ik netjes, maar nu ben ik pas echt mezelf. Ze zeggen dat het slecht zijn en ook nog heel dom. Daarom moet ik naar de kamp toe, want mijn ouders vinden mij. Ik wil hem nog even zien, dus ik kocht spullen. Oké. Nee, hoor. Oké, heel goed aan. Oké, daar gaat hij. En het volgende stuk, dan zijn ze weer ouder, zijn ze eigenlijk volwassen. En dan is er 1 vrouw die al haar jeugdvrienden weer terug wil zien. En deze vrouw, dat merk je ook in de vorige stukken, heeft gewoon heel veel geld geërfd. En heeft allerlei nare dingetjes meegemaakt tijdens haar leven. En haar wens is om samen met haar vrienden nog een tijd te beleven. En nou, uiteindelijk weten die vrienden natuurlijk niet precies wie deze vrouw is. En dan zitten ze met z'n allen in de trein. En daar gaat zich dan weer van alles afspelen. Joe, ik had spijt dat ik met zoveel jongens heb gehad. Ik had eigenlijk helemaal niet verliefd op ze was. Ja, sorry, Doris. Simon, Nick, Janus, Peter, Laurens, Tom, Roy, Patrick, Mark, Tom, Kat. Ja. Ik wil sorry zeggen tegen mijn computer dat ik hem achterliet en dus zo mogelijk moest eten. Vond hij daar eenzaam en alleen. Mark, Tom, ja, ik heb eigenlijk nergens spijt van.